Houdt u van een authentieke look? Gebroeders Jansen is dé specialist in de fabricage en montage van houtverbindingslookkozijnen. Met de nieuwste technieken zijn kunststofkozijnen niet meer van hout te onderscheiden. Zoals een rechte hoekverbinding, een nerfstructuur en leverbaar in vele kleuren. Er is nog veel meer op het gebied van kunststof en aluminium. Kijk voor meer informatie op onze website. Goedemiddag. Goedemiddag. Jos van de Heuvel. Ja, klopt. Hi. Astrid, TV Land van Kuik. Oh. Verrassing. Weet je waarom we hier zijn? Ja, ik weet waarom jullie hier zijn. Ik heb namelijk gewonnen met de kerstprijs. Eind december 2013. Wist je het al? Ik wist het al, ja. Ja, naar aanleiding van mijn telefoontje of wist je het van tevoren ook al? Naar aanleiding van jullie telefoontje wist ik het. Ja, dat is erg verrassend, ja. Derde prijs? Ja. Weet je ook wat het is? Ik laat me verrassen. Nou, dan inderdaad. Maak open, zou ik zeggen. Goed. Ik kan het wel verklappen, maar... Ja, oké. Een camera. Leuke prijs om te winnen. Kun je goed gebruiken? Dat kan ik zeker gebruiken, ja. Komt altijd van pas. Nou, heel veel plezier ermee. Ja. Volgend jaar weer meedoen. Ja. Wie weet dat we weer een prijs maken. Zoals u hier achter mij ziet, zijn wij hier bij een boerenbruidspaar in Beers. Nu denkt u misschien dat wij daarom een cadeau gaan brengen. Maar dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Het is gewoon puur toeval. Wij zijn hier nog voor de kerstprijsvraag van 2013. Wij komen een cadeau uitreiken. Kijkt u mee wat Chantal gewonnen heeft. Goedemiddag. Hallo. Heb ik met Chantal Oppers te maken? Ja, dat klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wij zijn van TV Land van Kuik. U denkt misschien dat het te maken heeft met de huldiging van de boerenbruid? Had gekund. Had gekund, hè? Ja. Maar nee, u heeft meegedaan aan de kerstprijsvraag in 2013. Ja, dat klopt. En u bent een van de gelukkigen. Nou, fantastisch. U heeft de tweede prijs gewonnen. Ik kan u geen hand geven. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik overhandig het cadeau. Hij is dank zwaar. Cool. Mogen we even mee binnen gaan kijken wat erin zit? Ja. Heb je enig idee wat erin zit? Nee, ik weet niet meer wat de prijzen waren. Nou, een echte verrassing dus. Ja. Ik zou zeggen, maak hem open. Ja, laat het doen. Kijken. Xbox. Een? Dag. Een Xbox. En, ben je daar blij mee? Nou, ik denk mijn kinderen wel. Mijn jongens. Ja, denk het wel. Fantastisch. Die vinden dat, die riepen er al om van, wanneer krijgen we een keer een Xbox? En nu hebben ze hem. Ja, zeker. FIFA, dat vindt de jongste wel fantastisch. Die is helemaal voetbalfan. Dus dat komt goed uit. Dus dit komt helemaal goed hier in dit huishouden. Ja, absoluut, zeker weten. Heel veel plezier ermee. Ja. Dank u wel. Hartstikke bedankt. We zijn vandaag in Vieringsbeek om iemand te verrassen met de hoofdprijs van de kerstprijsvraag van TV Land van Kuik. En het is wel Herman Deene. Dus we gaan even kijken hoe hij reageert. Goedemiddag, Herman Deenen. Klopt dat? Helemaal, ja. Helemaal. Ja. Surprise, ik kom u verrassen. Zo. Verrassen. Ach, ach. Kijk eens. Heeft u enig idee, enig idee waar ik u mee ga verrassen? Ik heb een idee, ja. Ja? Ik heb een idee, ja. U heeft de hoofdprijs gewonnen van de kerstprijsvraag. Ja, daar heb ik iets van gehoord, ja. Daar heb ik iets van gehoord. En ik heb het... kijk, kom binnen. TV met DVD. Met DVD, zo. Ja. Nou ja, we moeten maar eens even kijken of we daar juist een plekje voor kunnen vinden. Hè? Ja. Moet u misschien in de ene hoek gaan zitten en uw vrouw in de andere hoek? Dat zou misschien ook kunnen, ja. Geen ruzie meer om de programmering? Nee, geen ruzie meer om de programmering, nee, inderdaad. Maar het zou misschien ook kunnen voor in de caravan, hè? Dat zou ook misschien leuk zijn. Zo. Het is mooi plat, neemt niet zoveel plek in beslag. Dat is wel leuk. Ik zie dat u op een goede plaats terecht is gekomen. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel.